Dat kan ik niet, niet kopen. Dit hier, oh, hier hou ik van. Vind ik een beetje intiem. Ook al is de inhoud helemaal niks. Ik kan gelukkig lachen mezelf. Vandaag heb ik een nieuw inspiratieboek. Tadaa. Wie mij een beetje kent, die snapt meteen waarom ik dit heb gekocht. Het komt omdat ik namelijk zelf vaak en veel portretten maak. Dat is iets waar ik steeds weer naar terugkom. Meerdere cursussen over gemaakt heb. En toen zag ik dit voorbij komen op social media, op mijn tijdlijn. En dacht ik, ja, ja, dat boek, dat kan ik niet, niet kopen. Met name omdat het dus echt helemaal over portretten gaat. Het is, als het goed is, een echt een mooie linnen kaft. Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit iets van hem van dichtbij gezien. Ja, ik heb daar wel een fascinatie voor. Als ik zie wat voor materialen hij gebruikt. Dat hij, het lijkt alsof hij ook veel en vaak portretten maakt. Wat ik voorbij zie komen. Veel schetsboeken ook heeft. Overal en nergens portretten maakt. Ook als achtergrond, als ondergrond. Van oude stof tot oude doeken. Ik weet het niet. Ik ga het eigenlijk allemaal zien. Kijk met me mee. We gaan het allemaal ervaren. Het is in ieder geval een internationaal boek, zoals je ziet. Het is wel echt een super dik boek. Ik had eerlijk gezegd een klein boekje zo ongeveer zo verwacht. Dus dat is in ieder geval leuk. De kaft is heel fijn om een kaft te hebben dat je ook echt kan voelen. Een tactiel boek, dus daar krijgt hij alvast punten voor. Dit is natuurlijk ook leuk gedaan. Het is dan toch alsof iemand het erop heeft geschilderd. Speciaal voor mij. Oké, let's go. Roze. Hey, hallo. Helemaal mijn kleur. Nog een punt voor Jasper. Kijk, dit is ook fijn om dat gewoon zo te kunnen zien. Leuk. Dat je echt kan zien hoe het boek gemaakt is. Ingebonden is. Dat zijn al twee punten. Sowieso. Ook al is de inhoud helemaal niks. Dat zijn al twee punten. Ja, het is fijn. Heel fijn gemaakt. Oké, let's go. Dit is hem, de kunstenaar. Voor wie hem niet herkent. Lichtelijk jaloers op zijn atelier. Klein beetje maar. Nou, dat is te gek. Mooi licht van boven zo te zien. Doeken. Ik heb dus ook geen idee hoe groot hij meestal werkt. Dit ziet er wel vrij groot uit. Maar volgens mij, ja, dit is vrij groot. In mijn, misschien fantasie, maar in mijn idee is daarover dat hij ook veel kleinere dingen maakt. En in schetsboeken werkt. Maar dat kan ik ook verzonnen hebben. Dat ik hem zag bladeren in een boek wat misschien gedrukt was. Het is, kan je nu alvast zeggen, een heel fijn boek als je houdt van mooie fotografie. Het vertelt een verhaal alleen op de foto's. Dus ook al zou je helemaal niet weten waar dit boek over gaat, of niet geïnteresseerd zijn in kunst of in portretten, het is verhalend gefotografeerd. En krijg je nog een punt voor. Ja, dat is leuk. Mooi dat het... Dit hier... Oh, hier hou ik van. Dit had ik niet eens voor... Dat er dan zo'n portret daar hangt. Stiekem. Maar eigenlijk dat de foto zelf... Ik weet dus niet of hij het zelf heeft gefotografeerd of iemand anders. Daar word ik heel, heel, heel blij van. Het is uit 2015 dat boek. Wist ik niet. Waarom duurde dat zo lang voordat ik dat boek in huis had? Ik weet ook niet of het er nog een uitgave is. Even kijken hoor. Oké, Kees Kuil, Marieke Timp, Jasper Krabbe in de studio. Dat is de eerste foto, denk ik. Jamie Gale, Jasper Krabbe in de studio. Kees. Dus ik denk dat we even een applausje moeten geven aan Kees. Denk ik dat die dus de meeste foto's heeft gemaakt. Maar dat is echt kunst, hoe hij het heeft gefotografeerd. Ja, te gek. Zo'n overal wil ik ook. Ik kan gelukkig lachen om mezelf. Het heeft natuurlijk helemaal niets met die portretten te maken. Maar ik kijk dit tenslotte samen met jou voor algehele inspiratie. Hoe werkt een kunstenaar? Hoe creëert iemand? Dat vind ik nog veel belangrijker. Waar komt creatie überhaupt vandaan op inspiratie? Allemaal ramen waar dan doek op gespannen kan worden.
Dus ja, dat snap ik ook dat je dan die raam hebt liggen. Want misschien vind je wel een antieke stof ergens. En dan moet je dat toch ergens op kunnen spannen. Ik kan me voorstellen. Ja, je kan natuurlijk ook beschilderen als het op de grond ligt. Maar dat gaat natuurlijk kreuken. Dus dan ga je dat raam bespannen. Ah, kijk. Opent het. Oké, nou, er is toch een beetje mijn verwachting uitgekomen. Dit had ik eigenlijk verwacht. Dit vind ik echt de kers op de taart. Ik was nu al blij met dit boek gewoon, door die eerste paar pagina's. Heel erg fijn. Heel fijn. Oké, let's go. Fijn. Dit is... Ja, ik ben dan ook nieuwsgierig naar hoe groot is dit dan? Het lijkt op krijt. Als het heel klein zou zijn, dan zou ik zeggen, oh, het is vast potlood, maar volgens mij is het krijt. Oh, dit is... Ik ga nu al doorhebben. Dit is zoveel. Moet misschien even wat sneller doorheen. Dit is echt dat ik de hele tijd zo wil doen over die foto's. Nou, dat is, neem ik aan, de bedoeling geweest. Ja, dit had ik niet verwacht. Dat het er zo uit zou zien. Nee. Maakt me in ieder geval ook nieuwsgierig om het een keer in het echt te zien. Te willen zien. Voor mij geeft het echt het gevoel alsof ik het aan wil raken. Nou, en dat beschouw ik zelf als positief. Dat je niet denkt van, oh ja, leuk portret, volgende. En het lijkt, als ik heel eerlijk zeg, als je het heel vluchtig zou zien, dan lijkt het nog een soort van eenvoudig. Het is het toch niet. Mooi hoe die vlekken ook meedoen, die er misschien al op zaten, of niet. Dit vind ik, deze techniek spreekt me heel erg aan. Ja, te gek. En het is ook niet duidelijk wie dit zijn. Dat hoeft volgens mij ook helemaal niet per se de bedoeling te zijn dat je dat weet. Nummer 13 is bijvoorbeeld Indian Girl. Oké. Met waterverf. Er staat hier dus ook bij wie dit is en welk materiaal je daarvoor gebruikt heeft. Patti Smith. Aha, colored paper, crayon on paper. 33 bij 27 centimeter. Wie is dat dan? 10? Nadia. Ik ken Nadia niet. Maar wat zal ze het koud gehad hebben als het niet zomer is? Oké, dit kan ik echt nog uren doen. Ik ga even te snel bladeren. Dit intrigeert me. Nou, het is sowieso... Ja, het overstijgt mijn verwachtingen in die zin dat ik er nieuwsgieriger van word. Eigenlijk zou ik er veel langer naar willen kijken, maar dan zitten jullie over 5 uur hier nog. Ik weet niet of verwarrend het goede woord is, maar... De stijl switches, zeg maar, vind ik een beetje zo van, oh. Dat vind ik heel gek om te ervaren. Ja, ik merk dat mij beweegt. Dit vind ik ook heel fijn. Solitude, duidelijk. Ik zou wel met het boek willen zitten. En dan dat Jasper zelf even kan vertellen. Oké, wanneer heb je dat gemaakt? Waarom heb je dat gemaakt? Dit is echt schattig. Dit vind ik aandoenlijk. Dochter. Ja. Zie je? 2012. Nou, dat komt echt over. Een soort zo heel liefdevol aanschouwd. Even iets anders. Even voor de bonuspunten. Is misschien niet heel zichtbaar. Maar ik hoop dat je het kan zien. De kleur. Ja. Van hoe het gebonden is. Is lichtroze. Daar word ik heel gelukkig van. Het doet mij aan alsof dat... Het leeft meer alsof het ook een soort van een licht iemand een huidskleur zou kunnen zijn. Natuurlijk vele kleuren huidskleur. Ja, deze zou ik echt in het echt willen zien. Dus bij deze, voor wie dit hoort en ziet... En mij die schilderij in het echt gaan laten zien, laat me weten. Jasper, nodig me eens uit in je atelier.
Dit is natuurlijk in vogelvlucht echt het bekijken van het boek. Ik vind het met superveel liefde gemaakt. Voor wie dit samen bedacht heeft. Het idee erachter, hoe het verzorgd is. Ik hou er gewoon zo van als iets echt mooi verzorgd is. Dat de intentie, dat je die kan voelen bij zo'n boek. En het is gewoon niet bij ieder boek zo. En dit voelt echt als een boek met veel liefde en aandacht. En als een ode aan creatie in het algemeen. En ik vind het zeker voor mij voelt het ook als een ode aan durf jezelf te laten zien, durf jezelf te zijn, schaamteloosheid, creatie delen met de wereld. Misschien is het wel helemaal niet de intentie geweest van Jasper, maar dat is wat het met mij doet, dit boek. Dat je gewoon zegt van zo, en hier is het, en nu is het, dat hebben we vaak. Ik heb dat schrijvers regelmatig horen zeggen van op een gegeven moment is iets af. En dan stuur je het de wereld in. Zeg je oké, nu is het, mijn baby is nu hier in de wereld. Hier, alsjeblieft. En dan is het niet meer van jou. En zo voelt het ook met wat hij dus allemaal gemaakt heeft. Dat hij het alsof hij het gewoon de wereld instuurt en daarmee het loslaat. En dat hij er ook niets meer van hoeft te vinden. Maar dat zijn allemaal associaties die ik zelf, die in mij opkomen. Dus of het dicht bij de waarheid is, who knows. Ik vind het een fijne investering in mijn collectie inspiratieboeken. Ik ga een mooi plekje hiervoor vinden. Maar waarschijnlijk ga ik hem. Het eerste wat ik ga doen is het nog een keer doorbladeren. En waarschijnlijk daarna nog een keer. Dus het boek heet Jasper Krabbé Portraits. Heel veel lief voor nu en tot heel snel.